Ezeke zei zo. Oh, even de nieuws. Ik ga een Battle Pass giveaway doen. Ik ga hem 2 keer giften. Oh, dan giften we steeds 2 weken met anderen hebben. Oh, hier staat dat. Dus ik ga weer aan een random persoon giften. Ik ga hem dus 2 keer weggeven, zoals ik al zei. En ik ga de winnaars bekendmaken de eerste week van januari. Dus wil je het nieuwe jaar goed beginnen met de nieuwe Battle Pass van Fortnite? Bijvoorbeeld Doomslayer. Of zelfs The Witcher die eraan komt. Waar die al te landen. Het enige wat je hoeft te doen is te abonneren op mijn YouTube kanaal. En mij een foto sturen dat je geabonneerd bent via Twitter of Instagram. Of via TikTok dan maar ook. En ja, dit was het voor deze video dus. Dus ik zou zeggen, doe mee met de giveaway. En wie weet, misschien wil je wel. In deze video ga ik spelen Chapter 1 Free For All. Play in OG Locations. Deze is gemaakt voor FH Support. En de code staat ernaast, dat is 28660249175751. MV Park Location from Chapter 1. We zijn onder de maps van hem. Ik weet waarom trouwens capture is op 16, want volgens mij konden er ook meer in creëren. Daar zou je op zich dan geen 100 in doen, maar 32 of zo, dat had ik dan niet gedaan. Oh, ze hebben slide hier wel aangezet. En klim ook zeker. Klim staat ook aan in die map, oké. Okay. Dit is helemaal niet echt helemaal chapter 1 natuurlijk, want dan kon je dat niet, maar goed. Maakt niet uit. Het is weer zo supporting. Oh. Ja, was het eerder als ik dacht. We hebben dit al eens een keer. Dan kom jij er weer aan erop, luisje. Ah, ik krijg een andere gun.
Ja, nou dat deed iets minder als 42. Het is alleen niet echt een OG map, maar goed. Het is al een deel. Waar je het nog aan staan. Ah, ik heb niet zo close again. Apart dat hij nog niet dood was, maar goed. Ah, man, is serieus. Ik dacht dat er raak zou zijn. Ik wou zeggen, sowieso dood, sowieso. Wauw, ik sta gewoon vast met dit in, ik kan er gewoon niks meer. Ik had eigenlijk een OG map verwacht, maar dit is gewoon één locatie van de OG. Ah, dat meen ik. Ja, dat is. Ja, bij sommige moet je heel precies schieten. Ik kan het ook door elkaar heen lopen, nee dat helpt. Oh. Ah, this is speed, okay.
level, echt waar. In ieder geval die dat een level was. Ah, ja, wel level, ja. Ik denk dat daar heel veel guns erin zitten. Ah. Ben al zijn 3 minuutjes deze map, denk ik. Ik kan hem gewoon niet hitten. Ja, ik val wel met z'n 3 daar. Ik weet niet hoeveel het waren. Hey, dit is oude heavy. Nee, dit is nou in de game trouwens. Dit is de oude heavy shotgun. Maar nu zoom je iets verder in. Ja, in de game zit. Hij had hem al eerder moeten zijn. Ja, dat was wel een goede kill op zich. Maar we hebben die shotgun nog steeds, ik kan hem toch gekillt. Dit is dit laatste wapen dat ik krijg zo. Dit leven duurt wel heel erg lang. Zodat ik nog een keer kan schieten. Eerder bedoel ik, en dan moet ik weer helemaal wachten. Ah nee, ja. Ah, dat zijn wel nu gun, waarom ze dat niet? Ja, dat is met de scope, dat is, wordt een beetje moeilijk. Ja. Ik weet niet waarom ik ook in zijn grond sla weer terugklom, maar ja. Dit is wel goede damage level. Ja. Ja, het doet echt veel slang voordat je wat kapot hebt, dat wel. Ja, was de hele behalve van ik geval dat verwacht, nee, ik had het verwacht. Met OG locaties en zo eigenlijk gewoon zo'n map. Maar misschien als Creative 2.0 uit is. Plain OG locaties, maar het net naar mijn lijn. Wacht, ik zal hem even opnieuw opstarten. Kijken of ik nou een andere locatie krijg.
ben nou benieuwd of er nou een andere pakt. Ja, ik ga deze niet helemaal weer spelen hoor. Gewoon even kijken of die we dan wel een andere pakt. Als we alles beter op kunnen zeggen, locatie. En daar met creatorspit.0 moet het wel mogelijk zijn, zeggen ze, dat je daar gewoon de map van chapter 1 kan aanmaken. En dan echt helemaal bedoel ik. En niet zoals hier. Ik weet niet waarom dit zo heeft gedaan eigenlijk. Want dan moet je dan nog een keer wachten. Oké, okay, kijken of het een nieuwe locatie is. Nee, nog steeds dezelfde. Dat is dan jammer. Ja, dat was het dus voor deze video. Hij staat dus... nee, het was een beetje bugs, maar oké. Okay. En dat is bij Discovery. En dat staat er bovenaan. En ja, ik weet ook niet waarom ze het zo noemen met Chapter 1, want het is een hele map, maar goed. En als jullie location, ik kreeg maar één locatie te zien. Maar goed, mocht je een beetje met verschillende wapens willen spelen en XP willen hebben, dan is dit wel een goede map. Ik zal de mapcode en een... en die het heeft gemaakt in de beschrijving achterlaten. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en vergeet niet om te liken en te abonneren.